4 mei, dodenherdenking. Vanaf gemeenschapshuis Den Anloop vertrekt de stoet met de vertegenwoordigers van Gilde Sint-Sebastiaan en Sint-Joris voorop met de krans. Dit jaar begint de ceremonie niet in de kerk, maar met een langere, stille tocht door de straten van Hoogloon. We mogen het zeer bewonderenswaardig noemen dat na 37 jaar herdenking in Hoogloon zoveel mensen deze plechtigheid bijwonen. Fijn dat u allemaal aanwezig bent. Wij bedenken vanavond niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook allen die, waar ter wereld ook, slachtoffer zijn geworden van oorlogsgeweld of tijdens vredesmissies, die dat met hun leven hebben moeten bekopen. Wij dachten in Europa verschoond te blijven van oorlogsgeweld, maar nu blijkt in heel korte tijd hoe dichtbij een oorlog kan komen. Op 8 februari 1925 wordt in Buckley, Noord-Wales, Eddie Jones geboren. Hij werd soldaat in het Engelse leger. Op woensdag 11 september 1944 ging hij in Hoogloon door de Akkerstraat richting de Zwarte Berg. Hij zou naar het Heiend gaan, waar een groepje Amerikaanse piloten zich verborgen hield. Helaas kwam hij niet zo ver. Hier werd hij doodgeschoten. Doden herdenken en vrijheid vieren. Na 2 jaren waarin we beperkt werden in onze vrijheid, voelen we ons weer bevrijd. De beperkingen werden ons opgelegd om een verdere uitbraak van het coronavirus te voorkomen. Op 3 uur vliegen van ons land is de beperking van vrijheid op extreme wijze waarneembaar. We kunnen daar niet aan ontkomen. Er gaat geen dag voorbij of kranten, radio en televisie confronteren ons met de verschrikkelijke beelden. De bezetting van de Oekraïne door het dictatoriale Russische regime maakt duidelijk welke gevolgen de afbraak van de democratische vrijheid kan hebben. Nu, 77 jaar na het einde van de oorlog die ons land zwaar heeft getroffen, herdenken we in ons land de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En hier, heel speciaal uiteraard, de slachtoffers die in Hoogloon zijn omgekomen. Leerlingen van groep 8 hebben zelf gedichten gemaakt ter herinnering aan de oorlog. Laten we stil zijn op deze dag. In die tijd klonk er geen gelach.
Mensen waren onrustig. Niemand was rustig. De mensen waren verdrietig en boos op hetzelfde moment. Voor iedereen was het bekend. Het is lang geleden, maar wij mogen het nooit vergeten. Wat waren de soldaten van vroeger toch atleten? Wat hebben we vroeger veel gejankt? Voor alle soldaten bedankt. Wat is er mis waardoor dit gebeurd is? Soldaten hebben gestreden voor onze vrede. Dit is ons voor altijd bijgebleven, ook al is het een tijd geleden. Het was vroeger erg onrustig. Nu is het vrij rustig. Het is de ergste gebeurtenis van heel de geschiedenis. Vaker strijden, dat je werkelijk kon. Strijden tot aan het einde, omdat je met opgeven de oorlog niet winnen kon. Eén keer vaker denken aan die verleden tijd, die zelfs in het heden, in de wereld om ons heen, voor altijd zichtbaar blijft. Eén keer vaker.